Hij was 81 en raakte in één keer weer tot over zijn oren verliefd. Zo verliefd dat hij meende dat alle liedjes op de radio over hem gingen. Mooi zei toen, mooi verhaal, Oscar, leuk. Alleen mijn opa die heeft op zijn 85ste een nieuw lief gescoord. Zo'n meisje van 55, zo 30 jaar jonger, poppenmieke. En op zijn 92ste heeft hij die weer gedumpt met de woorden: ik voel het niet meer. Maar we vroegen ons wel, of kan dat eigenlijk wel? Kan je wel verliefd raken als je 70 bent, als je 80 bent? Of zit je gewoon weg te kwijnen achter de geraniums? Nou, zeg maar dat. En stel dat je echt leuk vindt, hoe laat ik dat dan blijken? Na bijvoorbeeld. Knipogen, maak ik. Ja? En 44% van de 65-plussers voelt kriebels bij het denken aan een oude liefde. 52% is nog samen, dus 48% is alleen. Ja. Vrouwen die leven gemiddeld langer dan mannen, dat wil dus zeggen. In Nederland zijn 334.000 bejaarde vrouwen alleen. Dus we zijn hier op onderzoek uitgegaan. Maar ze zeiden stuk voor stuk tegen ons: wil je echt begrijpen hoe wij de liefde voelen, dan moet je terug naar de tijd waarin wij de liefde leren. Love you just not ours to see. Que será?